welkom bij een nieuwe aflevering van de Powerslide podcast. Ja, een podcast die Julian en ik samen gaan hosten. Dus het wordt heel gezellig, want Lennart is er toch niet bij. En heel awkward. Dat doen we Lennart wel een beetje tekort. Nee. Oh. Ja, jullie bitchen ook altijd op mij als ik er niet ben. Dus Lennart kan hem ook krijgen. F you, Lennart. Nee hoor. Maar we missen je wel. We missen je wel, want we hebben nu een GoPro in plaats van een professionele camera. We hebben geen RGB-dingen. We hebben geen lampen, we hebben geen... Geen timekeeper. Nee, dus nee. Dit wordt de langste aflevering ooit. Ja, bereid je voor. Ja. Nou, we gaan het... minst gestructureerd. Minst gestructureerd, ja. Sowieso. We gaan sowieso ook door elkaar heen praten, want zo gaat het. Ja, want dat doen we nou eenmaal. Ja, inderdaad. Dus... Jeeuwig, wat staat er. Jongen, jongen. Dus we gaan het eigenlijk hebben over wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Want we hebben heel veel gedaan. Ja. En heel weinig tijd gehad om alles te editen en te posten. Klopt. Nee, je zet mij nu zachter. Oh, ik zet jou zachter. Oké, okay. Ja, perfect. Cool. Heel beter. Dus hoe was jouw autoweek / maand? Wat een slecht begin dit, hè? Ik denk dat alle 8 luisteraars nu afgehaakt zijn. Ja, maar blijf luisteren, want we hebben echt heel veel te vertellen. En heel veel toffe dingen te vertellen. Ook wat we in de zomer gaan doen, want dat is natuurlijk ook vet. Precies. En dus dit wordt de Powerslide Garage update, ja, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus Powerslide Garage update. Ta-da-da-da. punt 1. En X90 beurt. Punt 1 ook. Dat is de agenda. We hebben de agenda. Oké, we hebben geen timekeeper, maar we hebben wel notulist. Precies. En een strakke agenda. Ja. De X90. Wat heb je daarmee gedaan? Die boost voor APK, moest een beurtje, al dat soort dingen. Nou, APK kan ik helaas niet zelf. Maar daar kwam die glansrijk doorheen. Had ik ook niet heel anders verwacht. Beurtje heb ik uitgevoerd. Wat heb je gedaan? Samen met Mark van de MX5. Toffe aflevering. Staat nu ergens hier in de hoek. Kijken, luisteren. Heel leuk. Ja. Veel leuker dan zo'n ongestructureerde bende die we er vandaag van maken. Zeker. Ja. Mark heeft geholpen. Mark die is monteur. Hm. Professioneel monteur. En die weet nogal wat van Volvo's af. Oh ja, hij werkt bij Volvo. Ja, dat wou ik niet per se zeggen, maar oké. Hij werkt bij Volvo. Ja. Dat wilde hij ook niet op camera zeggen. Wij zijn geen echte monteurs. Nee. Ik ook niet. Oh. We hebben nu een piep bij de naam van waar die werkt. Ja, hij werkt bij Volvo. Ja. Oké, wat hebben jullie gedaan aan de NSX? X90. Aan de X90. Ja, X90. Gewoon een oliebeurtje, oliewisseltje. Niet zo spannend. Oké, niet spannend. Volgende Niks punt. Niks spannend. Maar... Toen kwamen we erachter. Hij zei, ik wil toch één dingetje controleren. Want al die auto's rond de 160.000, die krijgen problemen bij de aansluiting van de turbo op het spruitstuk of zoiets. Dus hij zei, waarschijnlijk niet, hè, maar toch even kijken. Mm-hmm. Dus hij gaat onder de auto liggen. Turbo zit los. Nee, helemaal los. Nee. Nee, er zit dus wel iets van een lekkage. Oh, oké. Ja, dus de uitlaatgassen ergens ontsnappen een heel klein beetje. Mm. En of dat dan een pakking is of dat wat anders is, ik heb geen idee. Hij had het erover. Normaal gesproken moet dan... De turbo zit op het spruitstuk. Niet geschroefd, maar het zit er gewoon aan vast. Het is één geheel. Dus dan moet dat hele ding vervangen worden. Jemig. Dus dat is duur. En het zit aan de achterzijde van de motor, waar natuurlijk alles helemaal dichtgebouwd zit. Dus dan moet je alles aan de bovenkant loshalen. En dan kun je er via de achterkant zo bij. Wilg. Ingewikkeld, veel, duur. Dus de X90 gaat naar het groot. We gaan er gewoon mee doorrijden. Oh ja, oké, prima. Je merkt er waarschijnlijk heel weinig van. Zolang, ik merk er niks van. Nee. Zolang het motormanagementlampje niet gaat branden, rijden we mee door. En gaat die branden, dan weet ik waarschijnlijk waar het aan ligt. En dan moeten we toch een keer vervangen. En dan hoop ik dat Mark, als ik hem heel lief aankijk en hem misschien nog een Powerslide t-shirt geeft, dat hij me wel. Ja, want over Powerslide t-shirts gesproken. Ja. Wij hebben een webshop live staan. Ja, precies. En je ziet daar een heel mooi shirt dat Chris aan heeft met een gat erin. Want een kat heeft hem net heel lief wat slide marks achtergelaten. Ja, precies. Powerslide. Cat slide. Dus hier heb je een linkje naar de webshop. En als je luistert, is het pbrslide.nl/shop. Oh, dat is heel makkelijk. Heel makkelijk. pbrslide.nl/shop. Dan kan je t-shirts kopen. Mok. Stickers. Sticker. Ja. Enkel fout. Nee, stickers. Stickers. Ja, stickers. Oh, ja. We hebben de sticker van, zeg maar, dit. Oh ja, en een logo. En ons icoontje. Ja. Ja, dus die kan je allemaal bestellen. Dus t-shirts. Vet. En daar voegen we af en toe wat nieuwe dingetjes aan toe. Maar precies. De basis t-shirts staan er al op. Dus ga naar de webshop en support Powerslide. Ja. Want het is vet.
Het is sowieso vet. We hebben zoveel vragen gekregen in de afgelopen tijd. Van, hebben jullie ook t-shirts? Hebben jullie ook gear? Hebben jullie ook dingen? Ja, we hebben het nu. Het is te krijgen. Ga naar de shop. Daar kan je hem helemaal zelf uitkiezen. En in de juiste kleur kiezen, de juiste maat. We hebben zo'n beetje overal aan gedacht. Precies. En het is nu te bestellen. Dus go. Ja, go naar de shop. Oké, genoeg reclame. Ja, jij hebt ook je S8-stuur laten bekleden. Gaan we weer naar mij toe. Oh, nou ja, dan niet. Jawel. Ik heb de uitlaat van de NSX gefixt. Dat is alweer een tijdje geleden. Dat is heel lang geleden. Hebben we het daar niet over gehad? Ik heb de uitlaat van de NSX gefixt, samen met Peter. Oké, dus jij hebt je stuur van je NS8 bekleed. Dit is echt een meest rommelige aflevering ooit. Ja. Ja, ik heb ik heb het niet zelf gedaan. Ik heb het stuur van mijn S8 laten bekleden. Even recap. Mijn S8 deed het een tijd niet. Elektrische storing bleek een zekeringetje te zijn. Oh. Gelukkig maar. Na anderhalf jaar. Had er geld voor opzij gezet. Dat geld had ik niet meer nodig om de automaatbak te fixen. Dus dan dacht ik, dan kan ik het besteden aan een leuke upgrade. Nou was het niet eens zo heel veel duurder. Of niet zo heel erg duur. Ja. Maar een van de dingen waar ik altijd een beetje... wat ik gewoon smoetsig vond aan mijn auto, was het stuur. Het stuur was versleten en oud. Het leer was nog wel heel, maar de kleur was vaal geworden. Ja. En hij voelde niet meer fijn. En de rest van het interieur is gewoon nog hartstikke strak. Zeker. En daar ben ik heel blij mee. Maar dat stuur, dat was toch een beetje de smet in het interieur, wat ik maar niet wegkreeg. Dus die heb ik laten herbekleden. Hmm. En ik heb gewoon voor zwart gekozen met zwart stiksel. Zwart leer, zwart stiksel. Maar je hebt hem wat dikker gemaakt, ja, toch? Ja, ik heb hem één maatje dikker gemaakt. Dus dat betekent dat hij net even wat beter aanvoelt. Hij lijkt origineel. De bekleder noemde dit OEM Plus. Ja, nou, dat is perfect. En dat moest hij worden. Dat is het ook. Ja. Want het ziet er super mooi uit. Lekker zacht voelt het. Hij is lekker dik. Het is... supergoed. Mooi, goed verhaal. Top. Back to you. Daar komt hij dan. Check it out. Pielen. Airbag is los. Het voelt fijn omdat het zo'n simpele upgrade is, maar toch voelt je hele auto anders. Ja, nou dat is het, want je hebt dat de hele tijd vast. Ja, precies. En je kijkt er de hele tijd naar, dus de hele auto voelt nieuwer. Nice. Nou, goede upgrade. Dus als jouw stuur ook smoezig is en versleten, laten we dan ook opnieuw bekleden. Laten we opnieuw bekleden. Je ervaring in je auto is compleet anders. Ja, het is compleet anders. Ja. Ik zou wel een andere bekleder kiezen dan ik had, maar daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Niet dat het een paar weken duurde en dat je hem 15 keer hebt gebeld. Nee. Oké, cool. Wat heb jij allemaal gedaan? Want jij bent bezig geweest met... Met de motor. De motor, inderdaad. De motor. Je ziet ze hierachter. Ja. Chris heeft een motor, een BMW. Ik heb een motor, ook een BMW. Het is eindelijk lekker weer. Nou, jemug, het heeft even geduurd. Ja. Vreselijk. Dus ik dacht, ik wil lekker motorrijden, het wordt mooi weer. De herfst is eindelijk voorbij. Maar mijn motor stond al die tijd nog in de stalling. Ja. En als je iets in de stalling hebt, dan moet je of de accu loshalen, of je moet hem af en toe starten. Precies, want dat weet iedereen. Dat weet iedereen, ja. Dat doet iedereen. Precies. Behalve Juju. Dus ik ging daar een keertje heen. Ik dacht, nou, ik moet hem nu echt een keer starten. Hij startte. Ja. Daarna viel hij uit. En hij startte wel. Dat wist ik niet. Hij startte in één keer. Oh. Na al die maanden. Maar daarna viel hij uit. Daarna was de accu leeg. Ja. En startte die niet meer. Nou, even opladen toch? Even opladen. Alleen waar de stalling waar die stond, was niet zomaar gewoon stroom beschikbaar. Dus wat voor plek had je hem staan? Wat een rare plek is dat. Heb je niet eens stroom? Gewoon in de openbare parkeergarage. Oké. Lifehack.
Dus nou ja, jij bent me een keertje komen redden toen ik met een lege accu stond. Dus ja. Ik dacht, ik neem gewoon iemand mee. Dan duwen we hem aan. Hij start, hij rijdt, ik rijd naar huis. Klaar. Simpel. Wij hebben hem volgens mij 20, 25 keer aan proberen te duwen. Het ging gewoon niet. Hij sloeg niet aan. We hebben hem zelfs op en neer op de ingang zeg maar van de parkeergarage geduwd, zodat we naar beneden konden rollen. Werkte ook niet. Super irritant. Zo, het is de afgelopen tijd super lekker weer geweest, maar ook super weer. Dus mijn motor staat al die tijd al in de stalling. En het is eindelijk tijd om hem op te halen. Dus ik heb Rodin meegenomen. Hoi! En we gaan kijken of we mijn motor kunnen starten, want hij is gewoon helemaal leeg. De accu is leeg, dus we moeten hem aanduwen. Ik hoop dat het lukt. Daar staat hij. Staat er al heel lang. Jemig. Staat er echt heel erg lang. Holy shit. Het zou grappig zijn natuurlijk als hij het in één keer doet. Niks, geen lamp, hey, geen lampje, dood. Niks. Helemaal dood. Ik hoop dat dit lukt. Ja? Ready. A few inches later. Oké. Plan B. We duwen met z'n tweeën helemaal naar boven. En dan de motor maar gewoon lekker laten rollen. En dan af en toe de koppeling proberen op te laten komen. Toch, Rodin? Let's go. A few moments later. Eventually. Nou, we zijn kapot. Ja, het is niet gelukt. Nou, tot de volgende keer maar weer. Hopen dat hij het dan wel doet. Zeg maar, doei Rodin. Ja. Dus toen heb ik de dag daarna een bewoner geappt. Van, joh, kan jij mij achter de bewonersgedeelte, het bewonersgedeelte laten? Want daar heb je wel stroompunten. Dan kan ik hem aan de lader leggen. Ja, dat kan. Oké. Okay. Dus, lader meegenomen, aan de lader gehangen. Een paar uur later ging ik er weer heen. Ik dacht, ik ga terugrijden op de motor. Dus ik zat op de fiets, in mijn motorpak, in de trein, met mijn motorhelm en alles, klaar om naar huis te rijden. Was er niemand die jou even daarheen kon brengen? Weet ik niet. Okay. Geen idee, niet over nagedacht. Was misschien wel makkelijk geweest. I don't know, maar het ging goed. En ik kwam eraan, accu was nog steeds leeg. Oh, helemaal nee. Dood. Heeft 6 uur aan de lader gelegen. Accu was gewoon dood. Toen zei die bewoner zo van, weet je, hij weet ook veel van motoren en zo. Weet je, ik heb nog een booster. We kunnen kijken of we hem daarmee gestart krijgen. Alleen het probleem van mijn motor is, de accu zit onder de tank. Ja. Dus je kan daar niet bij met kabels. Dus hij zei, sluit hem gewoon al aan op de startmotor. Ja. Direct op de startmotor. Ik wist niet dat het kon. Ik ook niet. Nee, nou ja, dat kan dus. Want na 3 keer proberen startte die gelijk. Oké. Na 3 keer proberen startte die gelijk. Ja, okay. Ja, dat zei je goed. Dus, maar probeer het dan eens nog een keer. Misschien dat. Ja, na 3 keer starten die. Dan, nee. Is hier een knopje voor? Nee. Dus niet aangezeten. Laten lopen. Even iets warm laten worden. Toen gaan rijden. Onderweg. Ik dacht, ik ga over de snelweg. Dan laat hij lekker bij. Ja. Misschien dat hij daar nog doet. Nou, ik kwam thuis. Ik zette de motor uit. Ik probeerde hem aan te doen. Niks. Dood. Helemaal dood. Accu dood. Oh, hij doet het. Hij doet het. Oké. Ik zit met mijn helm en mijn motorkleding op de fiets. En dan stap ik zo in de trein. Om, als het goed is, als hij opgeladen is, mijn motor op te halen. Want ik heb hem toch aan de lader kunnen leggen. Oh, ik hoop dat hij start. Fingers crossed. Nou, hij heeft 5 uur aan de lader gelegen. Oh jee, zelfs de acculader heeft niet geholpen. Een booster?
recht op de startmotor. What do we do now? Starten. Zal ik het proberen? Dat klinkt goed. So close. Oh, I do it. Nou, ik heb het gehaald. Win, de motor starten, hij rijdt goed. Minder win. Hij, de accu is gewoon dood. Dus, tijd voor een nieuwe accu. Dus, accu besteld. Via een mooi YouTube filmpje de tanker afgehaald. Dat weet ik veel, nog nooit gedaan, maar was heel makkelijk. Thanks to YouTube. Mooi. En accu vervangen. En hij doet het weer. Yeah. En eindelijk is het weer lekker weer nu. Dus we kunnen rijden, want tot nu toe was het elke keer. Het was vies weer. Regen. Dag daarna was het heel mooi. Dag daarna was het weer regen. Dag daarna was het weer mooi. Dus dan dacht je, nou, dan kan ik eindelijk rijden. Nee, want het wegdek is nog nat en het is koud en het waait en bleh. En nu is het lekker weer en is het freaking 32 graden. Nu is het stikheet. Het is ook nooit goed. Dus dat was mijn motor en ik heb hem eindelijk ook gewassen, want na 5 maanden in de stalling lag er echt een centimeter laag aan de stof op. Dus dat is ook al fijn. Dus die content, ik heb het allemaal gefilmd. Ja, dat heb je net allemaal hier voorbij zien komen. Ja, precies. Inderdaad. Voor degenen die YouTube kijken, jullie hebben het net gezien. Voor degenen die luisteren via de podcast, check onze Instagram, want al die content gaat de komende tijd online komen. Ik hoop dat het leuk is. Ik vond het heel leuk om te maken en te editen. En ik vind het heel grappig, want ik lach gewoon om mezelf. Dus kijk. Nou, het is zover. Tijd om de accu te vervangen. Eindelijk. 3 weeks later. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, de motor doet het. Accu is vervangen, hij start en hij rijdt. Het slechte nieuws is, ik heb niet zoveel gefilmd. Dat is een beetje een rode draad bij Chris en mij. Wij vinden het superleuk om het proces te filmen. En daarna is het klaar. Het resultaat vergeten we vaak te filmen. Dus hierbij het officiële resultaat van alles vervangen. Of nou ja, de accu vervangen. Hij doet het! En ik heb er ook een hele mooie hoes voor gekocht. Nice! Heel goed. Heel goed. Ja. Your turn. Mijn beurt. Oké, wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben gaan poetsen. Ja, je hebt heel veel gepoetst. Ik heb veel gepoetst. Ja, in aanloop naar alle classics en koffies en shows die we hebben gedraaid. Daar moeten we het ook over hebben. Daar moeten we het ook even over hebben. Aan het einde blijven hangen, want dat is echt leuk. Ja, cliffhanger. Ja. Goeie. Zo. Ja, ik dacht die S8, die mag ik op een show neerzetten, want ik werd uitgenodigd. Tenminste, ik had me aangemeld en ik kreeg een plekje op de paddock bij Octane. Heel spannend, heel leuk. Super vet. Want dan hadden ze Super Saloons allemaal op de paddock staan. Nou, en als er eentje een Super Saloon is? Was toch wel de S8. Ja. En omdat hij nog helemaal origineel is, mocht hij er tussen staan. Tof. Ja, maar die auto had natuurlijk ook een jaar hier in de loods gestaan en was vies geworden en alles. Ja, en zat vol met krassen volgens mij ook. Ja, aan één kant. Oh ja, want je had hem al een keertje gepoetst. Ik had de helft al gepoetst. Toen moest hij voor APK vorig jaar. Hij reed toen eventjes. Dat dus toen dacht ik, weet je, poets ik de andere helft wel als hij terugkomt. Ja. Toen kreeg hij allemaal problemen met de versnellingsbak. Toen werd ik depressief, heb ik hem weggezet, een jaar niet naar gekeken. Toen deed hij het weer en toen dacht ik, jee, ik kan weer poetsen. Mooi. Ja. Nou, de touring was al veel werk om te fietsen. En dan heb je eigenlijk nog een veel grotere auto om te gaan. Ja, en een veel moeilijker project, want die via is natuurlijk net overgespoten. Dus het was een heel stuk makkelijker. Die moest vooral heel erg glimmen. Maar deze, die moet echt even aangepakt worden. Want als je vooral de motorkap ziet, jongen, die is zo erg. Oh ja, zo zie je het heel goed. Zo zie je het heel goed. Je ziet ook nog steeds de helft dat ik gepoetst heb. Ja, in de perfecte lijn. Het make-up koffertje hebben we erbij gepakt. Staat er klaar hier. Alle dingen. Alle drie de make-up koffers. Alle dozen make-up koffers en alle andere spullen. Alles wat we hebben in house. Ja. Staat hier, daar nog wat. Jee, alle poetsdingen, deze zijn vies. Ja. Jongen. En we gaan hem eens even goed laten glimmen. En dan polish the turd. Oh, het is weg. Oh, het is helemaal weg.
Dat was... Ik had het niet verwacht. Daar kom je goed meer weg, hè? Oh, inderdaad. Hij is echt gewoon... Hè? Dat is net van Telco. Nou, inderdaad. Wow! But wait, there's more! Dus ik heb hem gepoetst. Hij glimt weer als een jekko. Jij hebt me ook geholpen. Ja, het is een makkelijke auto om te poetsen. Heel fijn, want het zijn heel veel grote delen. Grote, gladde panelen zonder veel hoeken en moeilijke dingen. Ja, super chill. Dus die is echt weer mooi geworden. Dus met dat nieuwe stuur en het poetsen. Ik rijd daar met zoveel plezier. Ik kan me voorstellen, na anderhalf jaar gezeik, eindelijk kunnen rijden in een mooie, blinkende auto met een nieuwe stuur. En die het gewoon goed doet. Ja. Ja, dat was echt die eerste week daarmee rijden. Ik moest ook meteen ver door het land heen voor mijn werk. Oh, heerlijk. Zo relaxed. Ja, ja, dat was echt heel fijn. Dus die heb ik gepoetst. En ik ben afgelopen week begonnen met de RAV4. Ja, die is heel faal. Die was bijna roze. Ja. En de bumpers zijn helemaal faal. Nou, de bumpers ben ik nog niet aan toegekomen, want het is, ondanks dat het een klein autootje is, toch aardig wat werk. Er zit veel plastic op. Ja. Die moest ik ook afhalen. Oh ja. Omdat de carrosserie onder de kunststofkappen doorloopt. Oh. En toen ging ik die losschroeven. Oh. En dat ging al heel moeilijk, want die schroefjes waren rot en roestig. Oh. En toen kwam daar achter aan de zijkant, aan de achterkant, toch wel aardig wat roest onder tevoorschijn. Balen. Ja. Want voor de rest ziet hij er nu echt spik en span uit. Ja, de lak is zo mooi geworden. Ja, ik had het niet verwacht. Nee, ik ook niet. Je hebt maar... Dit was maar de eerste. Ik bedoel, ik ga nog verder. Precies. Ik poets auto's eerst voor de helft. Daarna moet het zwaar pk. Dat is precies wat er met de RAV ook aan de hand was. Oh, echt? Ja. Ik dacht, dat red ik wel in een dag of twee. Ja. Dus ik ben in een avond in de week van tevoren ben ik begonnen. Want daarvoor had ik allemaal geen tijd. En eerst met gewoon voorbereiden. Dus ik had hem gewassen. Ik had al die delen eraf geschroefd. En ik ben hem gaan kleien. Ja. Dus toen was hij helemaal schoon. En toen begon ik met polijsten, een tweede avond. En life happened. Precies, life happened. Precies, dat was het. Dus delen er weer snel opgeschroefd. Voorkant kreeg ik niet eens goed op. Oh. Prima. Oh, die zit er niet op? Nee, dat is waar. De fenders aan de voorkant, maar dat maakt niet uit. Naar de APK. APK gekregen, chill. Zonder problemen. Oh, dat is fijn. Ja, de S8 trouwens ook. Die moest ook voor APK. Alle auto's voor APK, allemaal zonder problemen erdoorheen. Nou, eigenlijk wel. De Touring heeft ook APK dit jaar gekregen. Ja. Oh, verbaasd. Wist niet. Nee, ja. Wist je niet, want ik heb ook niet heel veel mee gereden naar allerlei shows waar we samen heen zijn gaan. Nee, ik wist wel dat die APK moest, maar ik wist niet dat dat pas was. Een gaatje gelast. Oh ja. Wow. Ja, nee, wacht. Jij moest heel veel doen. Ik moest, ja. Dat was voor APK. Ja. Oh ja, dat is waar. Dat is alweer zo lang geleden. Oh. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. It jumped up a notch. It did, didn't it? Slijp- en lasgeweld van gisteren is het nu tijd om al het blanke staal en alle lasnaden goed af te werken. Dus ik heb de naden allemaal ingesmeerd met speciale seam sealer en ik ben nu bezig met epoxy om er een mooie laklaag op te doen.
ziet er al lekker uit. Alles is goed bedekt. Alle hoekjes en gaatjes, alles is mooi zwart. Ja. Maar dit is volgens mij een van, ja, okay, apart van de Jetta. Ja. Doen en rijden alle auto's en hebben alle auto's APK. Klopt. Dat is ook weer echt een first volgens mij. Dat is uniek. Ja. Voor ons. Nou, zeker. Ja. Nou goed, dus de RAV is weer shiny. De RAV wordt shiny. Is zacht is half shiny. Oh ja, oké, dat is waar. Half shiny. Ja, dus die is bijna klaar. Nice. En dat was denk ik een beetje aan mijn kant. De update, tenminste, ik heb niet zo heel veel meer gedaan. Nou ja, ik heb ook gewerkt aan de Touring natuurlijk. Ja. Die zat vol met elektrische problemen. Ja. Heel irritant. Toen we naar de... Ik wil hem dus helemaal klaarmaken voor de Amsterdam Motor Show. Zo, Touring heeft de APK. Nu is het tijd om hem schoon te maken. Hij is vies. Heel vies. Zulke grote vlakken zijn, dan deel ik dat ook weer op in twee. Dus oh ja. Dan begin ik gewoon bij dit stukje en dan pak ik dat stukje. En dan werken we. Stilstaan. Heel veel waswerk en heel veel poetsen was de Touring eindelijk showklaar.
zijn. Ja, goed gered. En toen we gingen rijden, moest ik de lamp aandoen. En toen kwam ik erachter dat de lampverklikker, de lichtverklikker, altijd aanstaat als ik mijn lampen aandoe. Ja. Dus. Dat klinkt ongeveer zo. En dan letterlijk de hele rit, dus naar Amsterdam toe, heb ik 35 minuten gezeten met. Zonder dat ik er iets aan kon doen. Oh, wat heel irritant. En ik wilde hem ook niet zomaar wat kabeltjes gaan lostrekken, weet ik veel. Nee. En, was de verzekering? Nee, het was geen zekering. Het was moeilijker dan dat. Lekker voor je. De verlichting van de raamknopjes bleef altijd aanstaan. Ook heel raar. Dus daardoor ging de accu elke keer leeg. Dus was ik moest dat het? Elke keer de accu loskoppelen als ik hem ergens parkeerde. Ook heel irritant. En er was nog iets. Oh ja, de ventilator van de motor deed het niet. Mm. Dus het was altijd billen knijpen of ik niet in de file kwam te staan. Nee. Dus ik heb samen met Kevin, onze buurman bij de loods, ernaar gekeken. Het was wel heel simpel. Er waren gewoon wat kabeltjes allemaal verkeerd aangesloten. Oh. Waarschijnlijk sowieso gedaan door de spuiter. Want de lagen, er zijn gewoon iets van 4 kabeltjes die allemaal op elkaar lijken. Wel een andere kleur hebben, maar allemaal op andere kabeltjes kunnen. Dus okay. Die waren gewoon allemaal gemixt. Nou goed, ja. Thanks to Kevin zijn we erachter gekomen en doet hij niet meer mee en blijven de lampjes niet meer aanstaan. Oké. Okay. Super chill. Dat is fijn. En de motorventilatie was gewoon een los kabeltje. Niet. Ja. Dus er zit bij mij een blokje voor naast het kapje van mijn koplamp. Aan de achterkant zit daar zo'n beschermkap. En die gaat er altijd heel moeilijk op. Dus die heb ik een keer goed aangeduwd. Waardoor waarschijnlijk zo'n kabeltje is losgeschoten. Oh nee. En al die jaren? Nee. Al de afgelopen 2 jaar. Ja, oké. Okay. Al die jaren. Ja. Zit je mij te lachen met mijn zekering? Ligt er bij jou gewoon een draadje los. Gewoon een draadje los. Dus ik was super blij dat het eindelijk is gefixt. Want ik hoef nu niet meer te klooien met die accu loshalen. Ik kan er gewoon lekker mee rijden zonder te billen knijpen. Het is gewoon perfect. Thanks, Kevin. Gefixt. Jee. En ook zelfs de lampjes. Ook gefixt. Accu hoeft niet meer los. Ik kan gewoon rijden. Yeah! Dus ik heb een beetje hetzelfde gevoel als jij met de S8. Ja. Eindelijk kan ik er weer mee rijden. Leuk. En naar shows toe en zo. Dus dat is wel heel fijn. Rij je er veel mee nu? Ik rijd er best wel veel mee, ja. Dus het is gewoon lekker om hem af en toe even mee te nemen. Ik bedoel, er past heel veel achterin. Dus als wij op locatie iets gaan opnemen, dan kan ik de touring meenemen. Of als ik thuis een plank nodig heb of zo, haal ik de touring even op. Dus ik gebruik hem ook echt waar die voor bedoeld is. Dus dat is wel tof. En dat hebben we ook veel gedaan. Ja, zeker. Ja, en dat is meteen ook het bruggetje naar de zomer. Ja. Denk ik. Nou want... ja, eigenlijk wel. Want de afgelopen Classics & Coffee van Octane stonden wij op het event een podcast op te nemen. Ja. En dat was echt geweldig leuk. Het was zo leuk. Ja. Wij hebben eigenlijk weinig van de show gezien. Ja, ik heb heel even over het showterrein heen gerend om wat b-roll te schieten van de mensen die we hebben geïnterviewd, hun auto's. Ja. Verder helemaal niks van de show gezien. Nee, de eerste keer waren we daar, want we hebben nu 2 keer dit Classics & Coffee daar in Amersfoort gedaan dit jaar. Ja. De eerste keer stonden we daar en gewoon met onze auto's bij elkaar en gewoon praatje maken met mensen. Ja. Nieuwe mensen ontmoeten. Hele leuke mensen ontmoeten. Heel leuk. Ja. Heel veel mensen die nu eigenlijk soort van op de wachtlijst staan om een keer hier aan tafel aan te schuiven. Precies. Wat erg leuk is. Ja. Gewoon het publiek wat daarop afkomt is allemaal zo gemoedelijk en leuk. Ja, echt geweldig. Vol met verhalen. Ja. En toen dachten we, ja, al die verhalen, waar iedereen uitnodigen wordt een beetje lastig of gaat heel lang duren. Want ja, dit is niet onze fulltime job. Nee. Laten we eens kijken of we daar op locatie wat verhalen kunnen opnemen. Ja. En dat is wat we hebben gedaan. Ja. We zijn op locatie gaan staan met onze podcast gear. Met onze auto's. Ja, met de NSX en met de touring. En de touring werd dus goed gebruikt, want die zat helemaal volgestouwd met alles wat we mee konden nemen. Inderdaad. En we hebben daar 10 afleveringen opgenomen. Ja. Die we deze zomer gaan laten horen. Ja, en niet 10 keer een uur natuurlijk. Nee. Het zijn gewoon hele toffe, korte verhalen van echt hele toffe mensen met geweldige ervaringen of achtergrondverhalen. Met toffe auto's ook, unieke wagens.
Het was geweldig om iedereen te ontmoeten en al die verhalen te horen. Ja. Het was zo tof. Het was echt heel tof. Van 13-jarigen die een fotoshoot heeft gedaan samen met een professionele fotograaf, waar uiteindelijk zijn foto op de cover kwam van het verhaal. Ja, naar een eigenaar van een Renault 5 Turbo, die eigenlijk de originele raceauto was waar Jan Lammers in heeft gereced, die gerestaureerd is. En de verhalen zijn geweldig. Alles daartussenin. Ja, het was zo leuk om iedereen te spreken. Ja, zeker. Dus de komende weken zetten wij elke week een leuke aflevering live. Lekker kort, maar kort krachtig. Fragmentje. Ja, en waar dus iemand anders vooral aan het woord is over zijn verhaal, zijn belevenis, wat iets te maken heeft met auto's. Precies. Ja, het is echt superleuk. Was zo gaaf om te doen en ook leuk om die interactie met mensen te krijgen en dat mensen ook waarderen wat we doen. Ja. Dat voelt goed, dus we zijn goed bezig. Nou, het was voor ons inderdaad een soort van bevestiging van dit vinden wij heel leuk, al die verhalen opnemen. Ja. En iedereen vond het leuk om aan te schuiven. Ja, precies. En er zijn heel veel connecties ook uitgekomen voor de komende tijd om weer afleveringen op te nemen. Ja, 100%. Dat is ook de reden waarom we in de zomer even een korte pauze nemen. Ja. Om en aan onze eigen auto's en loads en content te werken en weer verder te editen. Want we hebben zo'n berg met content liggen. We werken natuurlijk gewoon wekelijks aan onze eigen auto's en we doen aan allerlei automotive gerelateerde dingen. Ja. En dat is natuurlijk superleuk om op te nemen, om het met jullie luisteraars en kijkers te delen. Wat zegt hij nou? Wat zegt de GoPro? Hij zegt, camera is too hot. Oh, hij gaat uit. Oh nee. Dit hadden we voorspeld. Ja. Tijd om jouw telefoon aan te zetten. Doe jij eventjes een wachtmuziekje? Voor wie dit niet kent, dit is Jeopardy. Wij zijn zo terug. Ik denk dat dit wel ongeveer goed is. Prima. Shit. Neemt hij op? Neemt hij op? Hij neemt op. Oh, top. Ja, al de hele tijd. Dus ook dat hij omviel. Oh, goed. Oké. Welkom bij de tweede helft van deze aflevering. De GoPro hadden we voorspeld al dat hij te warm zou worden. En dat werd hij ook. Dus we moesten even van camera wisselen. Ja, we zijn gewisseld. Lennart, als je aan het luisteren bent of aan het kijken bent, we hebben je heel hard nodig. Ja. Het spijt ons alles wat we tegen je, wat we net over je gezegd hebben. Lies, kom terug. Kom terug, schuif aan en neem je camera mee. Ja, we need you. Inderdaad. Waar waren we? Geen idee. We hadden het over alle content die we deze zomer gaan maken en gaan editen. Oh ja, want we hebben natuurlijk heel veel content geschoten, maar dat moet ook geëdit worden. En daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus we nemen even zelf een zomerpauze om lekker te editen en leuke dingen te maken. En op vakantie te gaan. Jij wel. Ja. Ja, en Lennart ook. Ja, en jij gaat ook echt op een hele mooie tijd op vakantie, want jij gaat het vetste evenement van het jaar missen. Dus blijf ook echt goed kijken en luisteren naar de Powerslide podcast. Ja. Want de volgende nemen we op locatie bij het vetste evenement van het jaar. Namelijk RevWorks Retrospective. Ja, daar hebben we het vorige aflevering met Luc Metz. Luc Metz van RevWorks uitgebreid over gehad. Dus heb je die nog niet geluisterd, vooral even kijken. Kijken. Luisteren is ook leuk, maar kijk die aflevering alsjeblieft, want die locatie was zo gaaf. Zo vet. Ja. En daar gaan jij en Lennart naartoe. Ja, en daar gaan we... Mij heb je helemaal niet nodig. Nee, want jij brengt niks aan de tafel. Dat is waar. Behalve een GoPro die oververhit raakt. Dank je. Die is voor jou toch? Ja. Nee, die is voor mij. Ja. Jij hebt er ook een. Oh ja. Daar gaan wij een podcast opnemen en praten met liefhebbers van geweldige, uitgedoste... auto's. Modified. Dankjewel, daar zocht ik naar. Ja, dus dat gaat deze zomer gebeuren. Weet je, ik heb nu helemaal niks meer. Ik wel. Ja, want jij hebt het lijstje. Ja. Ik heb geen idee waar we het nu over gaan. Nou, jij hebt samen met Lennart en met Mark, onze huismonteur die werkt bij Piep, de remmen van de Mazda gefixt. Ja, we hebben de remmen van de Mazda gefixt. Tenminste, ik was bezig toen met de XC90 beurt. Ah, zo. Je hebt het gecombineerd. We hebben het gewoon gecombineerd. Dus Mark die rende heen en weer tussen de Mazda en de Volvo. Ja, hij gaf Lennart instructies. Lennart was aan het sleutelen aan de Mazda. Ja. Die kreeg instructies wat hij moest doen. Dus die heeft zijn remmen vervangen. Oh, hij heeft het zelf gedaan. Lennart heeft het zelf gedaan. Lennart, ik ben trots op je. Ja. Wat goed. You're learning so many important things. And I'm so proud of you. Ik was wel heel blij dat Mark erbij was. Oh ja? Ja, kijk, remmen, daar heb ik al een beetje discutabele,
discutabele reputatie omheen. Ja. En er waren toch wat dingetjes die ik misschien een beetje over het hoofd had gezien. Oh, anders had gedaan. Het was en Mark is heel precies. Ja, ja. En dat is heel fijn. Precies. Dus ook met dingetjes schoonmaken en invetten en bepaalde dingetjes. En dat is gewoon heel erg fijn en heel erg leerzaam. Ik vond het echt oprecht heel erg leuk en leerzaam. Goed. En Lennart heeft lekker aangeklooid aan zijn auto. En die weet nu hoe die zijn rem moet vervangen. Nou, dat is al een hele goede stap in de goede richting. Precies, dus die van de S8 moet er binnenkort ook gebeuren. Dus Lennart. Vandaag kreeg je een andere auto op de brug. Namelijk mijn onwijs slikker bolide, de Mazda 2. We gaan eens even de remmetjes vervangen, want die zijn volgens mij hartstikke krom. En ik heb nog nooit de remschijven vervangen. Dus daarom heb ik hulp ingeschakeld. Die moet los. Ja. En waar is ik me goed aan? Die moet los. Die moet ook los. Wij willen de remschijf vervangen. Ja. Dus we hebben deze losgemaakt. Die helemaal eruit. Mm-hmm. Die mag ik omhoog kantelen. Maar no go. Heb je een schroevendraaier, bandijzertje of iets? Waarschijnlijk zit die zuiger gewoon nog best wel klem. Ja. Hey! Ja. Held. Ja, ik zei al, weet je zeker dat ik je moet helpen, want ik heb niet zo'n goede reputatie met remmen vervangen. Niet wat dan? Lang verhaal. Nou, vertel, we hebben de tijd vanavond. Ja, moet je de Blunder aflevering naar luisteren. Okay. Hebben we een staalborsteltje? Zeker. Even een klein beetje die troep eraf halen. Nou, dat is zo slim. Dat een beetje schoonmaken. Oh, maar dat is... Oké, dit is... Gebruik je die dan ook met de oude? Echte mannen moeten altijd even kijken als er een helikopter komt, hè? Altijd, maar je stoer dat je niet hoeft te zien, maar je wilt het altijd zien. Ja. Het was niet de bedoeling om Mark aan het werk te zetten. Job, maar... is dit. Nee, kom terug. Dit is geen helikopter. Hier komen we. Hey, als laatste flink bezig. Heb je versnellingsbak vervangen? Ja, een versnellingsbak, aandrijfas, distributieriem, wiel opnieuw gebalanceerd. Mis ik nog wat? Zelf gedaan, wiel opnieuw gebalanceerd. Heb je dat zelf gedaan? Wauw, versnellingsbak, distributie. Heb jij je wielen gebalanceerd? Ik ben nou echt met vier man advies aan het geven hoe je wielen los moet halen. Heb je nagesloopt? Ja. Ja, veerpoten. Ja? Lagers. Tijd voor een compleet nieuwe ophanging. Ja. Tijd voor een nieuwe auto. Dus. Is het nou leuk sleutelen aan je auto terwijl je al dit commentaar krijgt? Sleutelen is leuk. Krijg je vertrouwen in je auto? Nou, nee. Maar dat komt voornamelijk omdat ik het zelf heb gedaan en die gast er achter me heb die een hoop erover te zeggen hebben. Het is niet voor niets dat ik je vanavond heb laten komen. Ja. Als je slim bent en je wil geen piepende rem hebben, smeer je dit gedeelte ook nog even in met... Ja. Als je nou een beetje locked uit naartoe, gaat die dan misschien niet piepen? Nee, dan rem je harder. Jongens, give me a break. Dat zijn die dingen die je op Instagram ziet. Kijk of ze die weer niet eronder te editen. Nee, dat scheelt weer. Nice. Nou ja, ik heb nog wat anders om te vertellen. Ik wil even bitchen. Oh nee. Ik wil even bitchen. Hebben we dat niet al gedaan, man? Niet genoeg. Niet genoeg? Niet genoeg. De Belastingdienst. Oh, het gaat gelukkig niet over ons. Nee, niet over onszelf. De Belastingdienst. Ja. Hun slogan. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Wel makkelijker. Wel makkelijker. Ja. Dus ik heb een Golf gekocht natuurlijk. En om het even makkelijk natuurlijk. Natuurlijk.
as one does. Ja. En om het even makkelijk voor onszelf te maken, heb ik op mijn naam gezet en ik betaal wegenbelasting. Maar het is een gezamenlijke auto van Kaylee en van mij. Dus eigenlijk moet de wegenbelasting betaald worden van onze gezamenlijke rekening. Dus ik dacht, joh, ja, even de rekeningnummer aanpassen. Ja, dat zal een formuliertje online zijn, toch? Ja, je stuurt een mailtje of je logt in met je DigiD of whatever. Ja. Dus kijkers en luisteraars van deze podcast. Op welke manier moet je bij de Belastingdienst aangeven dat jij je rekeningnummer wil veranderen waar je belasting betaalt? Is dit een quiz? Dit is een quiz. Okay, dus A, via internet. B, via de telefoon. Of C, via een formulier. Ik geef jullie allemaal even de tijd. Ja, fout. Het is D, allemaal. 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 Want ik moest online opzoeken hoe het moest. Daar stond een telefoonnummer, dat moest ik bellen. Dan moest ik aangeven wat ik wilde doen en dan krijg ik een formulier thuisgestuurd. Thuisgestuurd, een fysiek formulier. Een fysiek papieren formulier, daar moest ik het invullen en weer opsturen. Maar in plaats van dat dus gewoon instant gebeurt als je online iets verandert, hoe lang duurt dit dan? Nou. Duurt het 3 werkdagen? Duurt het 5 werkdagen? Dat klinkt aannemelijk. Toch? Ja, formuliertje opsturen en terugsturen. Ja. Dat kan binnen een paar dagen. Dat denk ik wel. Nee hoor, 2 weken voordat je het ontvangt. En dan duurt het ook nog eens 2 weken om het te verwerken. Oké. Okay. Dus om 1 miezelig rekeningnummertje aan te passen in een systeem. Oh nee. Moet je op internet gaan zoeken naar een telefoonnummer en een brief thuisgestuurd krijgen. En dat opsturen, invullen en opsturen. En dat duurt gewoon 4 weken. Oh. Hoe verzin je dit? Hoe ongelooflijk. Dat is toch bizar? Dus dit is denk ik een proces dat al 50 jaar bestaat en waar nooit iemand aan heeft gedacht om te upgraden. Maar dit is wel triest. Ik kan me heel goed voorstellen dat super frustrerend het is. Het is gewoon dom. Ja. Het is gewoon onnodig. Terwijl als je een auto overschrijft, dat kan is online. Het de volgende dag gebeurd en dat kan online. Nu kan het online. Waarom kan dit dat niet online? Een rekeningnummer aanpassen, maar een hele auto op een andere naam zetten en een automatische systemen daar aanhangen bij wie dan Error in je hoofd, ik zie het. Vreselijk. Oh, vreselijk man. Irritant. Dus die content moet ik ook nog even gaan maken. Oh. Dus eigenlijk is dit een soort van preview op alle content die we de komende tijd op YouTube gaan plaatsen. Ja, nou precies. Eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Ja. Hebben we nog meer op ons lijstje staan? Ik heb geen idee, want mijn telefoon die neemt nu op. Oh ja, dat is waar. Nee, ja, dat was het eigenlijk. Oh ja, ik heb nog 1 ding gedaan. Dat is ook lekker frustrerend. Nog meer bitchen. Je weet wel hoe het gaat. Dan denk je van, ik moet even wat fixen aan mijn auto. Doe ik een half uurtje over en dan is het klaar. Dan heb ik de rest van de middag om aan iets anders te werken. Ja, dat duurt altijd 2 uur. Maar. Nou ja, de hele middag. Oh ja. Ja. Dus mijn touring lekte ineens benzine. Er was een benzineslangetje gescheurd. Oh. En hij rook af en toe al wel naar benzine, maar nu was hij echt verder gescheurd en het drupte eruit. Okay. Dus ik dacht, nou, benzineslangetje vervangen. Ja. Simpel. Gewoon van de tank naar het filter. Oh, dat is niet eens ver. 1 heeft misschien, 10 centimeter aan slangetjes. Ja. Easy peasy. Ja. Dus ik ga naar de loods. Dus ik was daar om 11:30 of zo. Okay. En lekker rustig aangenaam 's ochtends. Lekker naar de loods toe. Op een zaterdag. En ik denk, ik haal dat slangetje los. Ik ga even naar de HMU of naar de parts point. Ik haal een stukje slang. Dat was het. Ja. Ik kreeg het niet los. Het zat muurvast en op een onmogelijke locatie. Alles zat vast. Ik kon het er niet afkrijgen. Mm-hmm. Dus om 12 uur dacht ik, weet je wat, ik haal het gewoon het hele filter eraf met het slangetje eraan en daarmee ga ik dan naar een zaak. Een zaak, ja. Dat was om 11:45 stapte ik op de motor. Maar wacht even, dit was op zaterdag? Zaterdag. Oh. Ja, precies. Oh. Dus ik keek op mijn Google Maps waar ik heen moest, stond er dat ze al gingen sluiten, want om 11:30 gaat elke parts point, elke onderdelenzaak, elke werkplaats gaat dicht op zaterdag, ja. Nou, ik ben eerst toch nog in de hoop dat ik er op tijd zou zijn naar de HMU gereden. Die was dicht. Partspoint was dicht. Toen ging ik naar de BMW-dealer. Ik denk, de slangetje is prima. Ja, precies. Precies. Werkplaats was dicht. Toen zei hij van, misschien kan je naar de motorzaak gaan. De BMW-motorzaak, prima. Zit hij ook niet ver vandaan? Nee, zit er niet ver vandaan. Ja. Hadden 6 mm benzineslang. Ja. Hadden 15 mm benzineslang. Ja. Ik had 8 mm nodig. Oh. Hadden ze niet. En ik zit dus altijd de hele tijd op de motor. Dus elke keer als ik ergens kom, moet ik mijn helm afdoen, moet ik mijn handschoenen uitdoen, moet ik alles doen. Oh, je bent dicht. Oh, je hebt het niet op voorraad. Oh, dit is gesloten. Ah, weer alles aandoen. Uiteindelijk ben ik naar een motorzaak in Hoevelaken gereden.
Zij hadden een slangetje. Echt waar? Super chill. Oh, dus dat is fijn. Het was maar €3 ook, joh. Prima. Oh. Ik heb gewoon een anderhalve meter slang meegekregen. Dat hadden ze nog liggen, €3. Prima. Oh, fijn. Ik rijd terug. Nee. Zit ik in mijn hoofd het werk te visualiseren wat ik zo meteen moet gaan doen. Ja. Bedenk ik me ineens, het nieuwe slangetje is dunner dan het oude slangetje. Dus ik heb nieuwe slangenklemmetjes nodig. Maar die heb ik niet meegenomen. Dus ik kom aan bij de loods en kon ik weer teruggaan naar de motorzaak. Weer slangetje, weer klemmetjes gekocht. Dus letterlijk een dingetje van een half uur werk. Want hoeveel tijd was je nu echt kwijt aan het vervangen van dat slangetje? Los van al die reistijd en al het gedoe. Het was heel veel gepriegel. Want ik kon er gewoon echt niet bij. Ik had hem eigenlijk op dat brug moeten zetten. Dat was veel makkelijker geweest. Ik lag in... Ja, jammer dat we die niet hebben. Ja. Ja. Inderdaad. Dus ik lekte benzine overal. Ik lag in de benzine, joh. Het was echt vreselijk irritant. Dus ik was er om 11:30. Ik ben om 16:30 naar mijn ouders gegaan. Om dan mijn moeder te helpen met haar Mini. En was die al gefixt toen? Je BMW? Toen was hij gefixt. Dus ik heb er 5 uur over gedaan. Om een benzineslangetje te fixen. Jemig, wat irritant. Oh, wat vervelend. Zo vervelend. Dus dat is oké, nu ben ik klaar met bitchen. Oh, gelukkig. Weet je wat ik ook heb gedaan? Nee. Ik heb een splitter gemaakt voor de Touring. Ja, daar was je mee bezig. Daar was ik mee bezig. Ik heb hem af. Hij ligt hier. Ik pak hem gewoon, want dat vind ik leuk. Pak hem erbij. Laat het zien. Julian die rent langs de Jetta, stoot bijna zijn hoofd. Is dat een splitter? Dat is gewoon een stuk plastic. Ja. 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 Dit is mijn splitter. Wauw. Wauw. Ik dacht dat het gewoon één klein stukje plastic zou zijn wat aan de voorkant. Maar dit is echt helemaal... Ja, want hij moet natuurlijk vastgemaakt worden aan iets stevigs. Ja. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Oké. Zullen we hem zo vasthouden? Ja, we houden hem zo vast. Net een hele grote spoiler zo. Nou, eigenlijk wel. Ja. Zo. Ja, perfect. Dus hij steekt natuurlijk een 5 centimeter uit. Maar ik heb ook nog een voorlip. Die moet erop. Ja. En dat moet dan op de auto en dat moet stevig zitten. Dus ik heb alles er nu aangelaten. Maar uiteindelijk denk ik wel dat ik een stuk af ga zagen of zo. Ik weet het niet. Maar dit is mijn splitter. Vet. Vet. Dus dit moet af zijn en erop zitten voordat ik naar Retrospective ga. Want het zag er wel heel erg vet uit. Maar dat is een klusje van, ik denk toch... 3-4 dagen. Hoe alles elke keer misgaat bij mij. Denk het ook. Jemig. Maar wel leuk. Ja, heel leuk. En dit is iets wat ik al heel lang wilde doen. Dus ik hoop dat het redelijk makkelijk gaat met monteren. Ik hoop het ook. Geen idee. Ik heb geen idee. Dus Ik ben trouwens... Ik heb nog iets gedaan. Nice. Maar daar ben ik nog niet mee klaar. Oh. Nee, toen ik de RAV kocht... Ja. Merkte ik dat de speakers aan de voorkant een beetje kraakten. Ah. Dus ik heb de deurpanelen eraf gehaald. Ja. En wat is nou zo leuk aan de RAV? Aan de RAV is alles makkelijk. Ja. Behalve dan die roestdingetjes, maar... Alles zit zo logisch en makkelijk erop geschroefd. Dat is chill. En alle schroefjes zitten gewoon in het zicht en niet onder allemaal van die kapjes en zo. Perfect. Want het is een auto die ook een beetje rugged moet zijn. Tuurlijk. De kappen van de binnenkant zijn allemaal lekker kunststof. Dus niet allemaal zacht materiaal wat je heel voorzichtig mee moet omgaan. Oh ja. Nee, je steekt er gewoon een ding tussen en je wipt hem open en krak, hij komt eraf. Super chill. Heel chill. Maar? Deurpanelen open. En die speakers, jongen, die waren gaar. Oh. Die waren echt helemaal vergaan. Die hele ring was helemaal vergaan. Waren nog de originele speakers? Originele speakers. Oh ja. Maar die waren, volgens mij was het 9.5 inch of zo. Echt zo'n rare maat. Ja. Die vind je dus nergens. Nee. Tenzij je origineel Toyota bestelt. Wat dat het vermogen niet per kost. Se. Nee. En ik hoef echt niet hele goede speakers in te hebben. Maar er moet gewoon een normaal geluid uitkomen. Ja. Nou, de speakers achter, die een beetje in de A-stijl of de B-stijl of zo zitten, daar zitten ook nog 2 kleine speakers. Die klinken op zich prima, die kraken niet, maar voor was het helemaal vergaan. Ja. Die heb ik eruit gehaald en ik heb nu van hout, heb ik de... Speakers gemaakt. Nee, speakers gemaakt, ja. Nee, van, want dat heb ik ooit een keer eerder gedaan bij een van mijn auto's vroeger. Daar heb ik dus de originele mal, zeg maar, waar de speaker ingeschroefd wordt aan de deur. Die heb ik nagemaakt nu van Multiplex. Nice. En daar ga ik een speakergat in maken wat 10 inch is, waar je gewoon normale speakers voor hebt. 10 inch of 10 centimeter? 10 centimeter, dat is het. Ja, ja. Die andere is 9,5. Ja. Maakt niet uit, 10 centimeter. Dan jat ik denk ik van jou een setje speakers, want die heb je hier ergens liggen. Ik heb ze al zijn weg. Ja. Bitch, nee.
En dan schroef ik die erin. Nou ja, perfect. Ja. Super chill. En dan heb ik tenminste weer goed geluid. Dat is wel fijn. Ja. Dat is wel fijn. Ja, ik had een keer een set speakers gekocht voor de Golf. 17 centimeter. Die passen niet. Nee, dat zijn ze niet. Nee. Nee. Welke dan? Ja, dit waren gewoon mooie ronde speakers. Ronde speakers? Ja. Niet van die ovale. Ja, dat kan wel. Ja. Ja. Goed. Maar dat is nice. Ja. Leuk als een klusje lukt. Nou, dat ging heel makkelijk. Ja, chill. Dus ik moet daar even nog een gat in zagen en dan gaan die weer terug. Beter. En dan is de RAF ook weer gewoon helemaal goed. Nice. Behalve dan de roest. Ja, oké. Okay. Oh, maar en dat komt wel. Ik ga nog één dingetje doen binnenkort. Want de RAF, als ik zeg maar lastwissel heb, dus je geeft gas en je haalt gas weer af, dan schokt die wat. Ja. En als je dan gaat kijken online, kan het natuurlijk van alles zijn. Maar de meest voor de hand liggende is gewoon versleten rubbers van de diff. Ja. En waarschijnlijk moet de diffolie ook een keer ververst worden. Maar dus ik heb hem op de brug gezet eraf. Hm? En die rubbers waren gaar. Oh, echt? Die zijn bijna helemaal vergaan. Oh, jee. Dus dat diff, dat hangt gewoon een beetje los. Ja. Ja, dus dat is een easy fix. Ik ging kijken. Ik moet aan een meme denken. Oh. Wat? Maar, hè? Deze. Deze? Hm? What are you doing? Okay. Me? Just hanging around. Oké. Maar die diff mount, zeg maar. Ja. Waar op, dat kost geen drol. Nee. Ik dacht zo'n Toyota en dan 25, hoe oud is die? 28 jaar oud. Ja. Die onderdelen zijn allemaal moeilijk verkrijgbaar en duur en weet ik veel. Kan. Kost geen drol. Chill. Die diff rubbers. Ja. Hele ophanging gedeelte, 20 euro. 20 euro? 20 euro. En misschien een half uurtje werk. Waarschijnlijk heel weinig werk, want super, het zijn vier bouten. Ja. En dan haal je hem los en dan schroef je hem er zo uit. Relaxed. Ja, dus waarschijnlijk ben ik daar de volgende week de hele zaterdag mee bezig. Ja, inderdaad. Nou, en on that bombshell was het best wel een leuke aflevering. We hebben het niet lang gemaakt. Nou, perfect. We hebben Lennart niet nodig. Nee, sorry. Nee, Lennart. Nee. We hebben jou helemaal niet nodig. Please, kom terug. Ja, alsjeblieft. Heb jij nou ook zulke leuke verhalen als wij? Of vind je er helemaal niks aan en denk je, dat kan ik veel beter? Ja, vooral het laatste. Stuur ons even een berichtje op Instagram, @pwrslide_nl. Ja. Of via onze website, www.pwrslide.nl. Ja. Vertel wat je te vertellen hebt en dan kan je bij ons gewoon lekker aansluiten. Precies, en je volgt ons op socials via @pwrslide_nl. Ja, op TikTok, op Instagram, ja, YouTube. Op YouTube. Dat zijn we al veel aan het doen, joh. We zijn te luisteren op zo'n beetje elk podcastkanaal. Ja, dus veel plezier. Oh, en ben jij goed in editen? Ja, en wil je niks verdienen? Nee, en wij hebben er geen tijd voor. Je krijgt wel een t-shirt van ons. Ja, dat mag. Dat mag, ja. Precies. Dus veel kijk- en luisterplezier deze zomer. Ja. En we zien jullie weer na de zomer. Na de zomer zijn we er weer. Tot dan. Doei. Doei.